Hier komt ie. 1, 2. Hij schilderde de aardappeleters in Nuenen, Vincent van Gogh. En mooi, dat vond bijna niemand het. Toch is het verzet tegen dit kunstwerk, 130 jaar later, op een enkele kreet na verstomd. De kunstenaar is trots dat het er ondanks alles gewoon staat. Het is een kwestie van geduld. Gewoon volhouden, doordouwen en zorgen dat het voor elkaar komt. Want dat een paar mensen tegen waren, dat weegt niet op tegen 20.000 Nuenenaren die het wel leuk vonden. Maar ja, die hoor je niet. En die Nuenenaren zien het wel zitten, dat nieuwe kunstwerk. Ik vind het een eerbetoon aan Vincent. Dus ja, ik ben er blij mee. Snapt u de commotie die is ontstaan? Nee, niet echt. Het is gewoon ruig, het is stoer, het is vast en in dat opzicht bevalt het me wel, maar mooi. Nee, het is toch niet mooi. Mogen we stellen dat de aardappeleters nou niet het mooiste schilderij is dat hij gemaakt heeft? Ja, maar dit is ook niet het mooiste beeld wat ik gemaakt heb. Niet het mooiste, maar wel bekend. Met één extra stoel voor alle toeristen die ermee op de foto willen.